Hallo en welkom bij een nieuwe video van Dagelijks Auto. Naast mij staat een Nissan Juke. En dan denk je natuurlijk, ja, die Nissan Juke, die ken ik wel. In deze video noemen we 5 dingen die opvallen aan deze auto. Even wat informatie over deze specifieke auto. Dit is een Nissan Juke in de Techna-uitvoering, oftewel de meest luxueuze uitvoering. Daarbij is het ook een hybride. Een mild hybrid, dus een benzinemotor gekoppeld aan een elektromotor. Deze uitvoering heeft 143 pk en een automatische versnellingsbak. En dan nu 5 dingen die je nog niet weet over de Nissan Juke. 1. Heel kenmerkend aan de Nissan Juke zijn natuurlijk de grote ronde koplampen. Die zagen we ook al bij de eerste generatie. Hierboven is de dagrijverlichting en de richtingaanwijzers, maar de koplampen hebben een erg prominente plek in de bumper gekregen. Ze zijn geïnspireerd op van die grote ronde lampen die we kennen van rallyauto's. En volgens Nissan geven ze de auto een stoer uiterlijk. In de lampen zien we een opvallend ontwerp dat door Nissan Y-beam genoemd wordt. Opvallend is dat de achterlichten juist vrij hoekig zijn, terwijl veel autofabrikanten de voorkant en de achterkant van elkaar spiegelen. En dat is dus bij de Nissan Juke niet het geval. 2. Laten we het dan even hebben over de interieurverlichting. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is toch opvallend. Aan de buitenkant van deze Nissan Juke is alle verlichting uitgevoerd in LED. De interieurverlichting echter straalt erg geel licht uit. Ik weet niet zeker of het bolletjes zijn, maar als het LED is, dan heeft Nissan wel heel erg zijn best gedaan om het er ouderwets uit te laten zien. 3. Iets anders opvallends bevindt zich hier achter mij, namelijk speakers in de hoofdsteunen van mijn stoel. Ze zijn onderdeel van Nissan Connect infotainment systeem. De Bose speakers zijn onderdeel van 10 speakers door de hele auto en zouden een 360 graden hi-fi ervaring moeten bieden. In deze Nissan Juke kun je dus optimaal genieten van je allerbeste muziek. 4. Wat ook opvallend is aan de Nissan Juke is een klein knopje hier op de middenconsole waar e-pedal op staat. Met dit knopje bepaal je de mate van regeneratie. Oftewel, als je dat selecteert, dan remt de auto sterker af als je het gaspedaal loslaat en genereer je meer elektriciteit die je vervolgens kunt gebruiken voor het rijden. 5. In een Nissan Juke heb je 2 verschillende rijstanden, normaal en eco. In veel auto's is de eco-stand een soort verplichte stand om brandstof te besparen, maar dat rijdt helemaal niet fijn. Maar in een Nissan Juke moet je hem zeker eens proberen. In de eco-stand rijdt de Nissan Juke namelijk veel meer elektrisch. En dat rijdt nu helemaal fijn, hè? En het bespaart brandstof. Dit waren 5 opvallende punten over de Nissan Juke. Op www.dagelijksauto.nl staat een uitgebreide rijtest van deze auto, samen met nog een heleboel rijtesten van andere auto's. Ik bedank je voor het kijken en graag tot de volgende video. Tot ziens!